Probeer maar eens. Doe je hoofd maar eens naar voren. Oh, oh, oh. Oh. Dat gaat dus niet goed. Ik moest ingrijpen. Waarom word je duizelig als je dronken bent? De Universiteit van Nederland presenteert vestibuloloog professor Dr. Herman Kingma. Ja, heeft dat eigenlijk iets te maken met het evenwichtsorgaan? Dat is eigenlijk best wel een vraag geweest die een heleboel mensen zich stelden vele jaren geleden. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn veel experimenten ook uitgevoerd en worden nog steeds uitgevoerd. En we gaan er zo meteen ook wat doen. Om daar iets van te begrijpen, gaan we eens kijken naar dat evenwichtsorgaan. Dan zie je hier dat dat evenwichtsorgaan bestaat uit buisjes, ronde buisjes. Kan je hier ook zien. En eigenlijk een blaasje, twee blaasjes, heel schematisch weergegeven. En die hebben een verschillende functie. Die kanaaltjes die je hier ziet, die zijn gemaakt om draaibewegingen te voelen. En die zijn daar heel erg precies en nauwkeurig in. Ze kunnen hele kleine versnellingen en bewegingen detecteren. Laten we eens kijken hoe dat ongeveer werkt. Je hebt daar aan de rechterkant, zie je daar zo'n buisje, een beetje dwars doorsneden. En daaronderin zie je een klein membraantje. En daarin zitten een soort trilhaarcelletjes en die voelen bewegingen van dat membraantje. Als je nou een snelle draaibeweging maakt, dan zie je dat dat waantje, dat membraantje gaat bewegen. Dat komt omdat het helemaal gevuld is met vloeistof. En als je een snelle beweging maakt, dan blijft die vloeistof achter bij de beweging. En zo kun je eigenlijk bewegingen, draaibewegingen voelen. Daar zitten een aantal problemen mee, waar ik zo meteen vanzelf bij stil ga staan. Maar deze fijne detectie kan dus plaatsvinden in drie dimensies. Want we hebben drie van die kanaaltjes. En die werken eigenlijk in drie dimensies samen aan alle twee de kanten. Als je even naar mij kijkt. Het kanaal in het horizontale vlak ligt ongeveer zo aan de rechterkant van mijn hoofd. En aan de linkerkant zo. En ze werken samen. Nou is het rechter evenwichtsorgaan is een beetje gevoeliger voor bewegingen naar rechts. Dus als ik een beweging naar rechts maak, zie je eigenlijk daar een enorme activiteit ontstaan. En hier een klein beetje activiteit afnemen. Ga je de andere kant op, is het het omgekeerde. Dus je hersenen kijken naar het verschil tussen die twee evenwichtsorganen. En daaruit voelen ze wat er gebeurt. Dan heb je ook nog een verticaal kanaal, het voorste kanaal. En het achterste kanaal aan de andere kant. En die werken ook samen. En zo werken ze samen. Dus je hebt eigenlijk in drie dimensies twee samenwerkende kanaalsystemen. En het is eigenlijk net zoals met zien. Met één oog kan je zien. Maar met twee ogen zie je een stuk beter. En met één oor kan je horen, maar met twee oren kan je beter horen. Met het evenwichtsorgaan is dat precies hetzelfde. Doordat je de twee hebt, ben je veel gevoeliger voor bewegingen en kan je die combinatie van bewegingen beter detecteren. Nou, laten we maar eens een proefje doen. Dus we gaan eens kijken van wat er nou gebeurt als je iemand op een draaistoel zet en je gaat die evenwichtsorganen stimuleren. Dan heb ik een proefpersoon nodig en daar heb ik een vrijwilligster. Je wilt wel komen, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, ga zitten. Zet je voeten maar op het steuntje. Zo. Ik val niet op de grond, toch? Je valt niet op de grond, ik ben erbij. En als er iets gebeurt, dan probeer ik je op te vangen. Ja? Okay. Heel belangrijk is dat je je hoofd zo meteen stil houdt. En dat je je ogen dicht houdt de hele tijd.
En gewoon precies doet wat ik zeg. En als er iets gebeurt, als je denkt, oeh, er vult iets uit, mag je wel zeggen of iets dergelijks. Maar voor de rest rustig zo blijven zitten. Ja? Dan ga ik je proberen op gang te brengen. En dat ga ik doen door die stoel langzaam te gaan draaien. Nou, doe je ogen maar dicht. Hou je hoofd stil. Nou, dan voelt ze natuurlijk dat ik er op gang breng. Maar die evenwichtsorganen die zijn vooral gevoelig voor draaibewegingen die veranderen in snelheid. En langzaam maar zeker ga je wennen aan die snelheid. Dat gebeurt eigenlijk best wel snel. Als je het heel geleidelijk aan kunt doen, wat ik natuurlijk niet doe, want ik moet het een beetje aanduwen. Dan voelt ze wel iedere keer die schokjes, maar echt heel sterk het gevoel of dat ze draait zal wel minder geworden zijn. Klopt dat? Ja, ik zit wel lekker eigenlijk. Je zit wel lekker, oké, goed. Nou, nu gaan we haar vragen, haar evenwichtsorganen in het horizontale vlak zijn gewend aan de draaibeweging. En nu ga ik haar zo meteen vragen om haar hoofd naar voren te doen met de kin op de borst, even wachten nog. En dan krijg je opeens dat haar andere kanalen gestimuleerd worden. Ze krijgt een heel ander gevoel. Probeer maar eens, doe je hoofd maar eens naar voren. Oh, oh, oh. Oh. Dat gaat dus niet goed. Ik moest ingrijpen. Oh, dat voelt als dat speeltoestel van vroeger. Dat je ook heel hard ging en dan op een gegeven moment dat alles ging draaien. Zo voelt het. Ja. En wat er dus ook gebeurt is dat eigenlijk ben je dus in één vlak helemaal gewend aan die draaibewegingen. Dan doe je je hoofd naar voren en dan breng je opeens die andere kanalen in het draaivlak. Dus als ik het even voordoe. Ik draai eerst rond je horizontale kanaal. Je draait gewoon keurig zo rond. Je went eraan. En dan opeens zeg ik tegen dit kanaal van, nou ga jij maar draaien. Nou, jouw hoofd denkt dat je draait om dat kanaal heen. Dus ze heeft niet het gevoel dat ze zo draait, maar ze heeft het gevoel alsof ze een beetje over de kop gaat. Vandaar dat ze ook mij gelijk beetpakte van, mijn god, waar is boven en onder? Dat weet je dus niet meer. Het voelt alsof ik zo ging. Ja. Wat je daar dus uit leert, is dat het evenwichtsorgaan, vooral die kanalen, gevoelig zijn voor veranderingen van snelheid. En ze wennen aan constante snelheden. Dat is een groot probleem, want als je bijvoorbeeld een piloot bent in een vliegtuig en je maakt een langzame bocht. Nou, het is een hele langzame stimulus, die voel je al sowieso niet zo goed. Maar omdat die de hele tijd aanhoudt, verlies je ook het gevoel van die beweging. En daardoor kan een piloot dus rustig zo een bocht maken, ook naar beneden, en denken dat hij heel veilig aan het vliegen is. Dus wat leren piloten? Vertrouw op je instrumenten en niet op je gevoel. Oké. Nou, blijf nog even zitten, want je kan nog een mooi filmpje zien. Kijk, hier zit een kopje met water, met daarin wat confetti, en we brengen het op gang. En het duurt even voordat die confetti mee gaat bewegen, door de traagheid van massa. En dan zetten we opeens stil en het draait nog even door. En dat gebeurt dus ook. Dus als ik haar ga ronddraaien, ik zal het niet nog een keer doen, want dan kan ze het college niet meer volgen. Maar als ik haar ga draaien en blijf draaien en ik zet haar opeens stil, dan heb je het idee dat je nadraait, maar de andere kant op. Dus het evenwichtsorgaan is alleen voor veranderingen van snelheid gevoelig. Dankjewel. Super. Nou, is dat niet het enige? Laten we eens naar de volgende dia kijken. Dat evenwichtsorgaan, die kanalen die de rotaties meten, de draaibewegingen, zijn niet gevoelig voor translaties. Dat wil zeggen bewegingen die gewoon geen draaibeweging maken, maar gewoon rechtlijnig vooruit gaan. Dat komt omdat de dichtheid, de soortelijke massa van die membraan dezelfde is als de vloeistof eromheen. Stel je voor, je hebt een aquarium en je legt daar onderin metalen ballen en je gaat die heen en weer bewegen. Dan gaan die ballen rollen over de bodem. Maar als je daar bollen van water neerlegt, dan bewegen ze niet. Dan is alles eigenlijk stil. Dus het heeft te maken met de verhouding tussen de dichtheid, de zwaarte van de vloeistof en dat membraantje. Als je dus op je andere zij gaat liggen, dan merk je niks. Als je maar langzaam beweegt, zal die draaibeweging nauwelijks een stimulus zijn voor dat evenwichtsorgaan. En lig je gewoon op je zij en wordt dat kanaaltje niet gestimuleerd.
Dus je voelt de zwaartekracht niet en je voelt geen translaties. Nou, dan gaan we een trucje uithalen. Volgende dia. We gaan alcohol drinken. En dit proefje kan je vanavond zelf doen. Je gaat samen met je partner, en anders zoek je een partner, dat is alle gelegenheid. Dan ga je op bed zitten op de bedrand. Je zet 5 glaasjes whisky naast je neer. En je doet 1, 2, 3, 4. Na ongeveer 10 minuten is die alcohol via de bloedbaan is in je membraan gekomen. Nou is alcohol lichter dan water, lichter dan endolymfe. Dus opeens gaat dat membraantje een beetje zweven. Het wijkt dus uit. En als het uitwijkt, dan zegt het tegen de hersenen, je bent aan het draaien. Dus je ligt op de ene kant en je denkt, ik draai die kant op. Ga je nou op je andere zij liggen, dan buigt het de andere kant op. Dus ga je de andere kant op draaien. Dus je evenwichtsorgaan wordt gestimuleerd, je kan misselijk worden. En je ligt dan zo in bed te zoeken naar een soort neutrale positie, licht aan of licht uit, en maar wachten en hopen tot het overgaat. Dat kan wel even duren, maar na ongeveer een 6 uur, 7 uur, is die alcohol, nog even terug naar het plaatje, is vanuit dat membraantje ook in de endolymfe gekomen, in die vloeistof, en is het weer gelijk geworden. Dus is het ergste over. Maar weer een tijdje later is de alcohol helemaal uit het membraantje en is het alleen nog maar in de vloeistof en dan krijg je het omgekeerde effect. Dan is de membraan zwaarder geworden en buigt hij de andere kant op. En dat is de hangover, de kater. Hoe kan je dat probleem oplossen? Weer een glaasje alcohol nemen, zodat je weer alcohol in de membraan brengt en het weer gelijk maakt. He? Dus ja, oefening baart kunst. Dus een belangrijke eigenschap van dat kanalensysteem is dat het niet gevoelig is voor de zwaartekracht. Maar op het moment dat je alcohol gaat drinken, maak je het gevoelig voor de zwaartekracht. Er is een koppeling van dat evenwichtssysteem naar je autonoom zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wat je hartfrequentie regelt, je bloeddruk en dat soort dingen meer. Wat op de achtergrond een heleboel dingen regelt. En daar zit ook het braakcentrum mee verbonden. Nou, als dat goed ontwikkeld is, die verbindingen van het evenwichtsorgaan naar dat braakcentrum, nou, dan word je dus ja, vrij makkelijk misselijk. En ook in deze situaties als je te veel alcohol drinkt. Je kent ook allemaal wel situaties waarin je misselijk kunt worden zonder alcohol. Bijvoorbeeld als je op de kermis gaat, of als je in een wagen gaat zitten en rijden, of als je op een boot gaat, reisziekte. Hoe zit dat nou precies? Nou, dat bespreken we in het volgende college.